Ja, Bemin die zit er nu sinds een half jaar bij en die is eigenlijk, daar zijn wij opgegroeid, die woont bij ons in de straat. Maar die speelde veel te coole muziek en wij maakten eigenlijk een beetje crappy muziek. En hij maakte coole muziek en nu, tien jaar later hebben wij ook eindelijk ontdekt wat coole muziek is. En nu maken we het samen. Dus toen hebben we onze oude buurjongen gevraagd en tevens beste vriend. Ja, Utrecht is wel een dorp. Dat is wel leuk. Je komt overal wel bekende mensen tegen. Ik vind Lediger. En gezellig. Lediger heeft een paar van die centrumpjes en zo. Het Hart, de Voortuin is ook heel cool. Café staat er nu nieuw. Is ook heel... Deze jongens krikken ook het seksgehalte heel erg omhoog. En ik hou het dan weer net naar beneden. Balans moeten zijn. Echt niet waar, hè? Het is echt dus... In zes dagen hebben we in een studio in Amsterdam, Warning Studios heet dat. Dat is heel tof. Het zit in een van de soort van kunstenaarscommunity aan een meertje zit dat. Een hele mooie studio heeft die een vriend van ons heeft dat daar gebouwd. En we hebben daar eigenlijk, Beem was toen op wereldreis. En we hebben die plaat gewoon eigenlijk met z'n drieën, de drummer Ray en Robert. Ray is er niet bij de drummer. Maar Robert, ik en Ray hebben eigenlijk met z'n allen de plaat in één keer ingespeeld. En gewoon tegelijk en... Nou, ik heb ook meegezongen. Ja, als backing, als backing ding. Ja. Maar dat was wel een belangrijk element van het opnemen, dat we tegelijk deden, dat we strak genoeg... We hadden het wel het geloof, weet je, in de praktijk, het zal waarschijnlijk niet zo zijn, maar we hadden het geloof dat we het strak in het is heel strak. Laat ik zeggen, we hadden een goede mixer. Ik kan het niet inschatten hoor, maar... Niet heel goed, waarschijnlijk niet heel precies, maar ik denk dat 80% van die plaat ongeveer wel tegelijkertijd, zeg maar dingetjes, dubs later en dat soort dingen natuurlijk. Maar. En drum. Ja. Dat was wel heel... Maar het was gewoon een hele gezellige tijd was het ook, zeg maar. Het was, die sfeer die er hing was gewoon barstensvol creativiteit en alles kon. We hebben een nummer geschreven tijdens de week, dus dat had ik op de plaat. Hadden we ook niet van onszelf gedacht, meestal doen we best wel lang over een liedje, om dat goed te krijgen. Dan denken we dat we het hebben en dan blijkt dat we nog 3 maanden voor nodig hebben om het uiteindelijk af te schrijven. Maar dat is wel iets, het heeft ons ook veranderd hoe wij naar de muziek kijken, dat vind ik wel cool. Gewoon nog spontaner, nog eerlijker zeg maar. Ik heb ter plekke, dat vond ik een mooi, dat liedje wat we daar hebben geschreven. Als ik ter plekke gewoon achter de microfoon tekst aan het schrijven, dat had ik nog nooit gedaan. Ik ben altijd best wel kritisch, ik kijk van tevoren altijd. Nu was het gewoon, oké, er moet nog een vers bij. Heb je nog tekst? Ik zei, nee. Ja, ga maar schrijven. Jurian Silke, onze producer. En, we hadden koffie. Ja, heel belangrijk. Heel veel koffie. We hadden zeg maar, een koffielab. Nee, geen koffielab. We hadden een counter gemaakt met... Elke verschillende manier van koffie zetten, bijna, nee niet allemaal, maar heel veel. En dat was echt wel de doorbraak van onze tijd in de studio. Dat we erachter kwamen van oké, als ik deze riff inspeel, moet ik even een shotje espresso drinken. Dak eraf, vloer eruit. 10 oktober. It's on. Ja, hele vette bands om mee te spelen ook, of artiesten, Last Bear. San Francisco. Ja, San Francisco. Ja, Frank en Timmerman. Ja.